Dit is jouw kans om de vragen te stellen aan de burgemeester van Den Haag. Maak daar dan gebruik van. En er zijn, zoals ik al zei, ontzettend veel vragen. Gezellig. Dat is hartstikke leuk. Voor iemand die hier iets langer dan een jaar inmiddels burgemeester is, bevalt het een beetje? Een paar weken. Nou, ik vind het... Ik heb wel eens gezegd dat ik het super vind. En ik vind het nog steeds super. En ik heb ook wel eens gezegd, ik vind het nog steeds iedere dag leuker dan ik had gedacht. En dat is ook nog steeds zo. Dus ik weet niet wanneer dat ophoudt, dat je het nog leuker vindt dan je had gedacht. Ik zou dat weten, dus niet. Maar tot nu toe is het zo dat nog steeds zo is. Dus ik doe het met ontzettend veel plezier. Zullen we maar gewoon gelijk naar de vragen gaan? Want daar zitten we voor. En we hebben maar beperkte tijd, want de burgemeester heeft altijd een drukke agenda. Nirmala Raghober, die heeft een vraag. U bent nu 1 jaar burgemeester. Hoe ervaart u het om te werken in een multiculturele stad? En wat heeft ze aan grappige dingen meegemaakt die ze met ons wil delen? Dat laatste dat is ook een uur vullend, de grappige dingen. Ja, dat doen we niet een uur. Maar de multiculturele stad, ik moet je zeggen dat ik dat heel erg fijn vind. Ik vind het heel fijn om met mensen om te gaan met allerlei verschillende achtergronden. En ik vind het ook fijn dat mensen in Den Haag mij zo dicht in hun persoonlijk leven laten komen. Dat ik ook die hele verschillende multiculturele achtergronden echt kan meemaken. En dicht in persoonlijk leven, echt bij de mensen thuis. Bij de mensen thuis. Dat zonder camera, zonder meer. Dat, maar ook dat mensen, en dat ervaar ik als een enorm cadeau, dat ze echt willen delen hoe ze in het leven staan. En dat ze echt willen vertellen wat voor dingen ze wel en niet belangrijk vinden. En dat multiculturele is natuurlijk belangrijk. Want dat zijn de uiterlijke dingen die je ziet van mensen. De manier waarop ze feestdagen vieren. De manier waarop ze eten. Al dat soort dingen. Het geeft maar ook problemen. Het wezen van mensen is hetzelfde. Ja. En het wezen is dat mensen zich betrokken voelen bij deze stad. Dat ze zich betrokken voelen bij hun omgeving. En dat wezen zie ik overal terug. Ja. Maar wat ik zei, die multiculturele stad brengt natuurlijk ook, je kunt het ook uitdagingen noemen of problemen, maar in ieder geval een extra uitdaging met zich mee. Want zie allemaal de mensen maar eens met elkaar om te laten gaan. Ik vind dat een van de dingen die inderdaad een uitdaging zijn. Ik weet niet, ik snap dat je er op verschillende manieren tegenaan kan kijken. Maar ik ben vanmorgen op buikbezoek geweest in Laak. En daar heb ik met verschillende groepen mensen gesproken. En daar blijkt dan dat de oorspronkelijke Hagenaren en de Hagenees... Die er mensen, ook nog steeds wonen. Zeker. En de mensen die er nu misschien nog veel korter... maar sommigen ook al jaren en jaren wonen... dat die zoiets hebben, weet je... We nemen als uitgangspunt aan dat we met elkaar hier moeten leven. En laten we dat dan ook doen. Ja. Een vraag van Emiel Knijf. Die vraagt, als burgemeester bivakkeert u in onze schitterende internationale stad in Den Haag. Welke plek in deze stad fascineert u? Oh, ik heb verschillende plekken die mij fascineren. Wat ik fascinerend vind is de elektriciteitsfabriek. Dat is een plek waar nu moderne kunst, hedendaagse kunst... Maar iedere keer een andere tentoonstelling. Ik ben ervoor met allemaal technische dingetjes geweest. Ja, in zo'n omgeving. Zorre Feigl had daar een hele mooie... En dit doe ik omdat hij heel veel dingen had die ronddraaiden. Ja. Dat vind ik een fascinerende plek. Waar je de oude industrie ziet. Ja. Robuust, niet mooi gemaakt. Nee, gewoon is fantastisch. Zo verlaten maar, fabriek. Wat ik ook fascinerend vind is de Paleistuin. Ja. En als je dan aan de kant van de Koninklijke Stallen staat... dan doet het torentje van de Koninklijke Stallen... Welke kleur de lucht ook heeft... daar wordt de toren van de Koninklijke Stallen... krijgt altijd een andere kleur daartegenover. En als je daar 's avonds bent aan de achterkant... Dan zijn daar de grasparkieten en de kraaien... Die daar een boom zoeken om te slapen... En wat ik dan fascinerend vind is, ze hebben soms zitten ze met z'n allen in één boom, alle graspakieten bij elkaar. En dan is er iets fout aan die boom, gaan ze weer allemaal op de vleugels en gaan ze op de naastgelegen boom zitten. Fascinerende plek ook. Ja, wel grappig dat u daarover begint, want wij krijgen hier ook wel regelmatig opmerkingen dat die pakieten wel voor overlast zorgen. Want die maken natuurlijk ook geluid met z'n allen bij elkaar. Ja, ze maken ook geluid als ze met z'n allen bij elkaar zitten. Maar het is, ik,
je vroeg, wat vind ik fascinerend? Ik vind het fascinerend. Ja. Een vraag die, want we hebben, ik stel nu de vragen die al van tevoren zijn binnengekomen... toen wij het bericht hebben geplaatst op omroepwest.nl... dat de burgemeester hier vragen zou beantwoorden. Er zijn heel veel vragen binnengekomen... maar er kunnen dus nog steeds ook live vragen gesteld worden. Het leukste vindt de burgemeester om toch ook een beetje persoonlijke vragen te krijgen. Vooral ook omdat de burgemeester niet van... alle dingen hier in de stad weet wat er nou precies gaande is. Ze weet wel heel veel, maar er zijn en ze doet ook een oprechte poging, ja. Dat dan weer wel. Maar ze werkt samen met een ploeg van wethouders die ook hun eigen portefeuilles hebben. Dus heel gedetailleerd op zaken ingaan, dat lukt gewoon niet. Maar stel nu de vragen, dat is je kans. En wij zijn een soort doorgeefluik naar burgemeester Krikke van Den Haag. Een vraag die nu binnenkomt is van Sam Sonius. Waarom bestaat de hondenbelasting nog? In andere steden is dat allang afgeschaft, daar behoort belasting voor elke inwoner van Nederland gelijk te zijn. Hondenbelasting is een belasting die door de gemeente wordt geheven. En daarom is die niet in heel Nederland gelijk. Nee. En hondenbelasting wel of niet heffen... U heeft zelf een hond, dus u betaalt hem ook. Ik heb een hond, wij hebben Harley. hondenbelasting wel of niet, daar kan je een aantal scholen in aanhangen. Zo zijn er gemeentes die zeggen van, nou weet je, die hondenbelasting die gebruiken we om te zorgen dat er hondenuitlaatplekken zijn. Om te zorgen dat die zakjes overal hangen, dat er afvalbakken zijn. Dus daardoor zijn, wat ook weer geld kost, zijn er meer kosten voor de gemeente. En dat is fijn als daar een hondenbelasting tegenover staat. Er zijn ook mensen die zeggen van, nou ja, weet je, ik heb een hond. En omdat ik hondenbelasting heb, hoef ik ook niks op te ruimen van die hond. Ja. Waardoor het weer de andere kant op gaat. De gemeente Den Haag heeft tot nu toe nog steeds hondenbelasting. Een aantal gemeentes om ons heen heeft dat niet. Het is een keuze van de gemeenteraad om te zeggen wel of geen hondenbelasting. En ik zou mij goed kunnen voorstellen dat er, nu we de verkiezingen gehad hebben... weer een nieuw debat in de gemeenteraad ontstaat om te zeggen ja, wel of geen hondenbelasting. Ja, Edith Schipper zit met de partijen aan tafel. Ja, er zitten wel partijen zo tussen mee kunnen die, nemen. Die volgens mij voor afschaffing van de hondenbelasting zijn. Ja, dat zou echt heel goed kunnen. Dat zou echt heel goed kunnen. Maar u gaat zelf ook met zakje met de hond achter de hond aan? Ik ben zo precies daarin, want ik ben altijd als de dood... dat iemand denkt dat ik het niet opruim. Dus onze Harley heeft nog maar net een boom gehad. Of ik sta al met het zakje te zwaaien. Zo van, kijk, ik heb ook een zakje. En ik vind het, om heel eerlijk te zijn, ook niet meer dan normaal... dat je alles van je hond opruimt. En het is je eigen hond. Dat maakt ook uit. Maar ik vind eigenlijk dat hondeneigenaren die gewoon met die zakjes in de weer zijn... dat heel goed is. Ja. En eigenlijk dat het niet meer dan normaal is dat je dat doet. Ja, en dan is het ook fijn als er inderdaad een prullenbak ergens in de buurt is waar je die zakjes in kan deponeren. Ja. Een vraag van Maroushka Greven, ook zojuist gesteld op de Facebookpagina van Omroep West. Beste burgemeester, u komt vaak in onze buurt uw boodschappen doen en dat vinden we natuurlijk top. Het is een levendig gebied, het pleinkwartier, en dat willen we natuurlijk graag zo houden. Maar met de renovatie van de Binnenhof voor de deur houden we zo onze hart vast. Wat gaat u met het college doen om ons gebied bereikbaar te houden? Ja, ik snap die vraag wel goed. Het Binnenhof moet gerenoveerd worden. Daar heeft een commissie lang over nagedacht. Ja. Of dat nou in één keer moest of in delen. En uiteindelijk is er nu gekozen om dat in één keer te doen. Het toekomstige college, maar ook het college wat er nu zit... en ik zijn achter de schermen echt reuze druk in de weer... om te zorgen dat die periode zo kort mogelijk zal zijn. Want hoe je het ook went of keert, het Binnenhof is echt het hart van onze stad. Ja. En het hart van de democratie. Het hart van de democratie. En ik denk dat die verbouwing, maar het is echt een diepgaande renovatie... dat zo snel mogelijk moet. Ik denk wel dat we er rekening mee moeten houden dat zeker een aantal jaren zal zijn... Maar dan moeten wij met z'n allen ook goed kijken dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft. Het is in ieder geval een facet waar u rekening mee houdt. Oh, de leefbaarheid absoluut. Voor de mensen in de buurt. Nee, absoluut. Zeker zelfs. Ook omdat het zo'n plaatsbepalende plek van onze stad is. Ja, waar ook veel toeristen op afkomen. Dat, maar ook als je daaromheen kijkt, dan zie je dat heel veel winkels en winkeliers... Die zitten daar ook omdat ze heel veel van de aanloop van het Binnenhof gebruik maken. Dus dat zij zich zorgen maken over de toekomst, dat snap ik wel.
Binnenhof blijft toch open voor het publiek? Maar dat is in ieder geval een bericht wat ik gelezen heb. Er wordt nagedacht over een manier om het publiek op het Binnenhof te kunnen laten. Maar je moet je voorstellen dat het hele Binnenhof goed gestript wordt. Hè? Dus het gaat niet zo zijn zoals je nu gewoon door al die mooie poorten loopt en dat je er overheen loopt. Dat zal wel een tijdje veranderen. En niet op aardgas, of wel op aardgas, hè, Binnenhof? Ik moet u eerlijk zeggen, dat zijn zulke details. Dat weet ik dan niet. Dat was van de week het nieuws. Dan moeten we allemaal van het aardgas af, maar het Binnenhof blijft nog op het aardgas. Oh ja, is dat zo? Dat heb ik dan verslagen gemist. Ja. Nou, misschien denken nog ze even daar, inlezen. Misschien denken ze daar dan nog eens een keer over na. Ja. Een vraag van Marouane. Hoe gaat u om met negativiteit in uw omgeving? Oh, dat vind ik wel een goede vraag. Ik ben van mijzelf nogal van de positieve ligging, loop ik altijd opgewekt. Ja. Dus ik ben niet eens van het glas is half vol of half leeg. Ik denk ook als er een kwart in zit, nou, er zit in ieder geval nog iets te drinken in. Dus ik ben van mijzelf wel erg positief. Maar u heeft in het verleden rottigheid over u heen gehad. En dat zal als burgemeester ook nog wel zo zijn. Er gebeurt, zijn vast mensen heel erg boos op u. Ja, gebeurt ook echt. Ja. En ik probeer het ook wel gewoon bij hen te laten. Door het niet bij mij van binnen te laten komen. Ik denk dat dat de enige manier is waarop je er echt mee om kan gaan. En lukt dat ook? Waarbij dat lukt goed. Dat lukt goed, want anders hou je zo'n baan ook niet echt vol. Waarbij je wel natuurlijk niet zo'n dikke huid moet ontwikkelen. Dat, er helemaal, dat je teflon wordt, dat alles van je afkomt. Dat er helemaal niks meer binnenkomt. Dus negativiteit raakt mij zeker. Ja. Maar het is niet zo dat het mij helemaal onderuit hangt. Nee. Een vraag van Bert van der Ham, die zojuist gesteld is op onze Facebookpagina. Wat is de rol van de burgemeester tijdens de formatie? De burgemeester staat wettelijk boven de politieke partijen. Ja. Dus ik heb niet een echte rol in de formatie. Edith Schippers is nu degene die gelukkig bij ons gaat formeren. Partijgenoot, hè? Zeker, een partijgenoot. En een hele goede partijgenoot van mij. maar het is wel zo dat ik alle partijen na de verkiezingen om tafel heb geroepen. Dus echt allemaal. En verteld wat de mogelijkheden zijn in het stadhuis. Om te onderhandelen hoe wij het ambtelijk apparaat klaar hebben gezet. Om te zorgen dat echt alle vragen beantwoord kunnen worden. Dus de voorwaarden die er zijn om te gaan onderhandelen, daar houd ik me wel mee bezig. Want er zijn ook ambtenaren nu mee bezig. Absoluut. Er zijn ruimtes in het stadhuis waar overlegd kan worden. Ja. Dat soort, eigenlijk de praktische kant. De praktische kant. En zorgen dat het proces echt zijn beslag kan krijgen. Maar heeft u inhoudelijk helemaal niets? Heeft u ook niet met Edith Schippers gesproken zelf van dat zijn wel de hete hangijzers in de stad. Daarvan vind ik als burgemeester dat daar... Dat is echt aan de onderhandelende partijen. Wel is het zo dat ik over mijn eigen portefeuille, openbare orde en veiligheid, nog wel met de onderhandelaars zal spreken om te kijken wat daar de noden van zijn en wat ik graag geregeld heb in het komende college. En wat is dat dan? Ja, er zijn een aantal dingen die ga ik daar eerst eens lekker op tafel leggen. en dan hoop ik zo flauw. Dan hoop ik dat ze daar heel blijmoedig van zijn. Nou, ik denk dat je ook in de toekomst zal moeten zorgen dat er geld is om openbare orde en veiligheid, om dat echt goed zijn beslag te laten krijgen. En dat, dat we daar een extra pot voor nodig hebben. Dus waar, moet meer geld naartoe. Waar we dingen uit kunnen betalen. En dat hoeft niet idioot te zijn. Maar het moet wel zo zijn dat de dingen die wij... Bijvoorbeeld als er Prinsjesdag is. Daar hebben we zware maatregelen voor genomen. Hebben we extra inrijbeperkende maatregelen, heet dat. En dat waren die Engelse hekken. Ja. Dat kost die stalen gewoon, constructies waardoor dat er geen auto's en trucks... Nee, het publiek in kunnen rijden. Dat kost gewoon extra geld. En het is fijn als je een pot hebt waar je dat uit kan betalen, zonder dat je voor iedere uitgave die je moet doen naar de gemeenteraad moet. Want dat vertraagt ontzettend. En die pot bestaat nu nog niet? Jawel, die pot bestaat nu ook, maar die wil ik graag bij een volgende gelegenheid weer hebben. En moet daar dan hetzelfde bedrag in of moet er eigenlijk meer geld bij? Want nee, het is niet zo dat ik zeg dat er meer geld bij moet, maar er moet wel een mooie pot zijn waaruit je dit soort dingen gewoon kan betalen, zonder dat je naar de gemeenteraad
gemeenteraad moet. Want daar, het is niet dat ik niet naar de gemeenteraad wil. Maar anders dan, als je een maatregel treft, ben je weken verder. Ja. Als de gemeenteraad zegt van god, ik wil daar toch heel graag nog eens even over praten eerst. Ja. In politieke termen noemen we dat dan, er moet een substantieel bedrag in zitten. Dat is een nette zin is dat. Ja, ik leer wel wat van de politici in deze stad hoor. Eens even kijken, we gaan naar de vraag van Samira. Wanneer wordt er in Den Haag iets gedaan aan eerlijk parkeerbeleid? De een betaalt 24 uur, de andere wijk niet. Dus ja, het zijn een beetje keuzes met dat parkeerbeleid. Als je kijkt naar betaald parkeren, dan wordt dat meestal ingevoerd omdat er een grote toevloed is van automobielen. Ja. Dan is het betaald parkeren er eigenlijk op gericht om te reguleren, om te zorgen dat en niet iedereen naar diezelfde plek gaat om daar zijn auto te parkeren. Dat werkt ook zo. Ja. Want op plekken waar je heel veel geld moet betalen voor parkeren, zijn meestal de plekken waar mensen graag heen willen. Die kan die toevloed van die auto's helemaal niet verdragen. Dus dan is het een regulerend systeem. En op de vraag waarom de ene wijk 24 uur en de andere wijk 0, is dit het antwoord. Namelijk als er echt een enorme vraag is, dan door middel van de parkeertarieven proberen we dan te zorgen dat de wijken niet helemaal onderlopen. Ja, en dat is ook weer voor de bewoners daar natuurlijk, zeker, zodat ze zelf ook kunnen parkeren. En ook de toevoerroutes, hè? Ja. Want de hele stad staat anders stil. Omdat iedereen op die ene parkeerplek wil parkeren. En echt denkt dat al die anderen dat nog niet verzonnen hebben. Het is een heet hangijzer, het parkeerbeleid. Laten we snel naar een andere vraag gaan. Nicky Pronk, ik vind het wel heel erg leuk. Ik hoop ook dat u hem kunt beantwoorden. In plat Haags, want kan onze burgemeester al een beetje Haags? Ik doe wel heel erg mijn best. Ik versta het al vloeiend. Maar het spreken, dat durf ik nog niet zo aan. Want kijk, omdat iedereen hier precies weet hoe de uitspraak zou moeten. Als je hem daar net naast hebt. Ja, dan word je afgebrand. Exact. Dus dat is iets waar ik dan nog een hele hoop jaren op ga oefenen. Ja, oké. Okay. Voorlopig niet, Nicky. Denk ik dat wij de burgemeester iets in het Haags horen zeggen. Ter zelfbescherming. Alitea moet ik zeggen. Die zegt: hallo lieve Pauline, ik wens je een hele fijne dag toe en een heel leuk weekend. Maar dankjewel. Dus lief. Bij deze. Dankjewel. Bram Reitsma, de berichtgeving in de krant geeft aan dat er weinig financiën zijn voor nieuwe collega's, waardoor waarschijnlijk weinig punten kunnen worden uitgevoerd door de partijen die nu aan het onderhandelen zijn. Is er financiële ruimte voor 8 wethouders in plaats van 6? Want dat is het idee, hè? Dat heeft Wiegel voorgesteld. Of gaan we dan meer belasting betalen dan we nu doen? Het moet uit de lengte of de breedte komen. Even de grote lenen uit elkaar. Uit de onroerend zaakbelasting. Want dat is onroerend zaakbelasting, hondenbelasting. Dat zijn de dingen die de gemeente zelf heft. Daar worden dit soort dingen niet uit betaald. Dus Het is niet zo dat we daar extra belasting voor betalen. Wij krijgen, net als iedere gemeente in Nederland, een grote som geld van het Rijk. Ja. En die kunnen we herverdelen. Maar wat ik thuis altijd tegen mijn kinderen zeg, is een dubbeltje kun je maar één keer uitgeven. Nee, dat dus je is kunt ook aan het salaris van een wethouder uitgeven of aan extra parkeerplekken. Ja. En dus is dit een bijzondere tijd in het jaar, of in de 4 jaar, omdat er nu prioriteiten gesteld worden. En het kan zijn dat er niet heel veel extra geld is, maar je kan ook opnieuw prioriteren binnen het geld wat je al hebt. Dus als je binnen je begroting, dat is met de huishoudportemonnee niet anders. Als jij besluit om het aan saucijzenbroodjes uit te geven, dan kan dat. Maar je kan ook zeggen, nou, ik doe het nu niet aan saucijzenbroodjes, want ik eet liever salades. Dus het geld wat ik anders aan saucijzenbroodjes deed, dat doe ik niet meer. Ik geef het uit aan salades. En dat is ook waar de collegeonderhandelingen die nu bezig zijn, echt overgaan. Hoe geef je het geld wat binnenkomt in de stad uit? Ja, en de salarissen overigens van wethouders staan al vast, hè? Dat heeft te maken met het inwonersaantal. Daar kun je ook niet over onderhandelen. Nee, dat doe ik maar voor een lager salaris. Om die vragen even voor te zijn. Nee, dat is wettelijk zo geregeld. Dat is wettelijk gewoon geregeld. Ja. Even kijken. Vraag van Erik. Klopt het dat u nog veel in uw oude gemeente woont? Nee, dat klopt niet. Ik ben ook wel blij dat mensen die vraag stellen. Wij hebben nog steeds een huis in Arnhem. Daar woont mijn man. Maar dat is ook vervelend. Nou ja, hij komt gelukkig heel veel naar Den Haag.
Ik zit op de Lange Houtstraat. De meeste mensen willen altijd weten waar ik woon. Ja. De Lange Houtstraat, daar woon ik met ontzettend veel plezier. En ik ben bijna niet meer in Arnhem. Ik kom er nog wel eens. Ja. Maar als dat eens in de 5 weken is, is dat veel. En dan ook nog maar kort. Dus het klopt niet dat ik veel in mijn oude gemeente ben. Nee, gelukkig. Althans, ik neem aan dat Erik dat met die reden gevraagd heeft. Vraag van Brigitte. Ik wil haar graag uitnodigen om eens te komen kijken in de inloopkamer van Stichting Briebos. Ik weet niet wat Briebos is. Ik ook niet. Maar dus, des te meer reden. Waar kunnen uitnodigingen naartoe als mensen een bezoek van de burgemeester willen? Burgemeester@denhaag.nl. Nou, dat is simpel. Het is helemaal echt. Het heel bureau, zeg ik altijd, lang over nagedacht. Burgemeester@denhaag.nl. En dan kunnen ze daar de uitnodiging naartoe doen. Een vraag van Karin Heerders. Velenturf. Steunt onze burgemeester ook het idee van Schippers om meer vrouwen in de gemeenteraad aan te stellen? Ja, die gemeenteraad is inmiddels gekozen. Dus daar kunnen we niks meer aan doen nu. Het gaat nu om wethoudersposten. Maar steunt u het idee van meer vrouwen in de gemeenteraad? Nee, ik steun het idee van meer vrouwen in het college. Ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal dat je op zijn minst 50-50 zou moeten hebben. En wat mij altijd in deze discussie stoort, is dat hij altijd over vrouwen gaat. Hij gaat nooit over mannen. Er is ook nooit iemand die zegt van, steunt u nou de gedachte dat er meer mannen moeten komen? Ook niet als er al heel veel vrouwen zijn. En wat me er ultiem in stoort, is dat er dan gezegd wordt van, nou, we hebben nu een vrouw. En dan haast iedereen zich erachteraan te zeggen, en we hebben wel gelet op kwaliteit. Dan denk ik, haal je de koekoek. Waarom het kwaliteitsargument altijd gebruikt bij vrouwen, terwijl het maar heel logisch is dat vrouwen die op een plek zitten, dat die kwaliteiten hebben. Maar feit is wel dat er toch veel minder vrouwen in de politiek actief zijn dan mannen. Nee, maar dat ben ik met u eens. Het ging mij erom ik vind dat er meer vrouwen actief zouden moeten zijn. Want dit is op de manier waarop de discussie, maar ik bedoel, feit blijft dat. En ik heb toen ik voorzitter was van de scouterscommissie van de VVD, wij deden Eerste Kamer, Tweede Kamer en Europees Parlement, ook echt gekeken naar 50-50 dingen. En het hoeft van mij niet 50-50 precies te zijn. Het mag ook best zo zijn dat je 60% Als je nou naar het kabinet kijkt waar de VVD in zit. En 40% mannen. En ik heb het kabinet niet samengesteld. En ik ben het ook niet eens met Mark Rutte die gezegd heeft dat hij ontzettend goed gezocht heeft. En dat het onmogelijk was om vrouwen van kwaliteit te vinden. Want ik weet niet heel zeker waar die dan gekeken heeft. Ja, nou bent u ook wel eens in het verleden gevraagd als minister. Ja, klopt. Ik ben gevraagd, ik heb 2 keer nee gezegd. Omdat ik toen vond dat ik het op dat moment niet kon maken voor de andere dingen die ik aan het doen was. En als u nu gevraagd bent, dat weet ik natuurlijk niet, maar u was net begonnen in Den Haag. Nee, dus ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag. Dus liever niet. Eens even kijken. Er zijn ook een hoop vragen over de Shisha-lounge binnengekomen. Ja. Want we zullen ook toch wat actuele vragen moeten stellen. Daar is een schietpartij geweest afgelopen weekend. Daar is een 17-jarig jongen om het leven gekomen. Die is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Vraag van Nicolette. Waarom gaat de Shisha-lounge in Den Haag niet permanent dicht? Ja, nu 2 weken, hè? Laten we beginnen om te zeggen dat het buitengewoon akelig is wat er gebeurd is. Ja. Als een 17-jarige jongen gewoon in een shisha-lounge zit en daar nadat blijkt doodgeschoten te worden, dan is dat verschrikkelijk. Ja. Dat is echt heel erg akelig. Dat zal iedereen met u eens zijn. Ik heb het in 1 keer de shisha-lounge voor 2 weken dicht gedaan. En in die 2 weken kan dan onderzocht worden wat er nou precies aan de hand is. Politie doet onderzoek. Politie heeft zoekt naar de dader. En nou, daar zijn ze buitengewoon intensief mee bezig. Want we willen natuurlijk weten wie dit gedaan heeft. Of het nou iets met de shisha-lounges op zichzelf te maken heeft, dat kan je je afvragen. Want het voor u is het belangrijk, heeft die schietpartij te maken met de shisha-lounge? En hebben die mensen daar door die shisha-lounge ruzie gekregen? Of is dit gewoon een persoonlijke fete die uitgevochten is toevallig in de shisha-lounge? Of iedere andere reden waarom mensen dit soort verschrikkelijke dingen doen. Als het niet met de plek te maken heeft, dan heeft het op zichzelf niks met shisha-lounges te maken. We hebben in Den Haag 50 shisha-lounges. Ja. Ik heb er vorig jaar 3 gesloten
vanwege overlast of andere redenen. Zeg, shisha-lounges in het algemeen lopen gewoon mee in het horeca-vergunningensysteem. En shisha-lounges anders dan horeca-gelegenheden. Even in de preciezigheid. Shisha-lounges, ja, het is rook. Ja, maar het is waterpijpcafé. Maar het is een waterpijpcafé. Het is geen tabak wat erin gerookt wordt. En daarom mag het op die plekken wel gebeuren. Ja. Zou het ook op andere plekken mogen gebeuren? Want ja, een waterpijp is geen tabak en is dus niet verboden om dat in horecagelegenheden te doen. Buitengewoon betreurenswaardig, buitengewoon erg dat dit gebeurd is. Maar ik denk dat we het onderzoek van de politie over de toedracht en hoe het in elkaar zit even echt goed af moeten wachten. Ja, er zijn toch nog wel meer, want bij bewoners is er toch volgens mij over shisha lounge toch een ander idee. En die zien dat toch meer als overlastgevend. Een anoniem ingezonden vraag is bijvoorbeeld waarom niet allemaal sluiten. Vraag van Dick is het normaal om een shisha lounge in een woonwijk te plaatsen zonder de bewoners daarvan op de hoogte te stellen? Zeker nu met die schietpartij. Bij ons op de Leegwaterkade is al 2 keer een gevecht geweest bij de shisha lounge. Het idee bestaat dat er veel meer overlast is bij shisha lounge. Ja. En toch blijkt dat niet uit de cijfers. Nee. Wij krijgen niet meer meldingen over overlast van shisha-lounges dan van andere horecagelegenheden. Ja. Want laten we daar wel in zijn, ook andere horecagelegenheden, cafés, geven ook overlast soms als het een tijdje niet goed gaat. Dus u houdt het in ieder geval wel bij. Wij houden het scherp bij, omdat wij zelf ook willen weten wat er gebeurt in de stad. Ja. En omdat we ook echt willen weten of het zo is dat shisha-lounges meer overlast geven dan anderen. En uit onze cijfers blijkt dat niet. En mensen kunnen het gewoon melden. Ja. Dus als mensen overlast ervaren van shisha-lounges, nodig ik ze ook van harte uit om dat te melden. Zodat we daar rekening mee kunnen houden en actie op kunnen ondernemen als dat noodzakelijk is. Ja. Burgemeester@denhaag.nl was het. Dat kan ook. Ik moet eerlijk zeggen dat die meer is als je mij wil uitnodigen ergens voor. Want anders dan stroomt die hele mailbox vol met van alles en nog wat. Maar er staat op onze website denhaag.nl, www.denhaag.nl, staan nummers en mailadressen die je voor overlastgeving en zo kan gebruiken. En die kan je liever gebruiken, want dan ben je direct bij degene die daar ook iets mee kan. En dan komt er dus een overzicht, want daar staat of valt het in ieder geval mee. Ja. Ik heb nog meer actuele vragen, maar laten we eerst ook nog even wat vragen doen die zojuist binnenkomen en die wat meer over u persoonlijk gaan. Van Mink Keus, wat voor hobby's heeft u naast het werk? Nou ja, weet je wat het een beetje is? Als je burgemeester bent, dan is dat wel 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Ja. Dus je moet afscheid nemen van het idee dat je echte hobby's kan onderhouden. Want anders dan word je ultimo gefrustreerd. Want dan denk je iedere keer, ik zou naar dat zangkoor willen. Dat kan gewoon niet, want je kan geen regelmatige afspraken maken. Je kunt niet een vaste avond vrij plannen. Nee, of ik wil naar een kookclub. Dat is het allemaal niet. Maar wat ik erg leuk vind om te doen, is wandelen. Want dat kan er heel makkelijk zo met de hond Harley en uw vrouw. Een man, bedoel ik? Ja, met mijn man en met de hond Harley. En wat ik heel erg leuk vind, is fietsen. Dus dat zijn dingen die kan je gewoon zelf een beetje regelen. En dat is ook heerlijk om te doen. Esther Marie van Gessel die vraagt: goedemiddag, wat vindt u ervan dat de Canal Pride niet doorgaat? Ja, ik heb begrepen dat wethouder Karsten Klein nog een gesprek heeft gehad met de organisatie. En ik wil van hem nog eens even terug horen wat daar nou precies in gewisseld is. Want ik ben benieuwd ook. Ja, want het is wel jammer, hè? Dat is zo'n toch evenement. Ja. En de regenboogweek op zichzelf gaat door. Ja. Maar ik wil van de wethouder nog eens even horen wat er nou precies gewisseld is in die gesprekken. Ja. Rowena die heeft volgens mij een frustratie van de Laan. Zou de discussie die het hele jaar doorgaat over Zwarte Piet afgeschaft kunnen worden? Nou, ik sluit me er eerlijk gezegd wel een klein beetje bij aan. Het is iets wat mensen zeer na aan het hart ligt. En wij leven gelukkig in een land waar iedere discussie gevoerd mag worden. En ik zou zeggen, misschien doe je niet mee aan de discussie, dat kan. Ja. Hij zakt ook een beetje weg zo tegen de zomer. Dus, Zou
zijn we allemaal met de zon bezig. Ja. Dan gaan we even naar wat mij opviel. Want toen wij berichten dat u hier vragen kwam beantwoorden, kwamen er heel veel vragen binnen over de Ajax-supporters. U heeft namelijk in september gezegd dat u vindt dat er toch wel weer een keertje Ajax-supporters toegestaan moeten worden bij de thuiswedstrijden van ADO tegen Ajax hier in Den Haag. Op dit moment mogen ze niet komen. Ja, René vraagt bijvoorbeeld, u gaat ze toch hopelijk niet toelaten? Henk die vraagt, waarom wil deze burgemeester dat er weer Ajax-supporters naar ADO Den Haag komen? Weet ze dan niet dat er bijna doden vielen in het supportershome van ADO door die laffe aanval van toen de tijd, 2005 was het? Ja. En vraag van Alberto, Pauline wil graag van u weten of u nog te weinig wist van alle beslommeringen om de wedstrijden ADO-Ajax. Er zullen alleen maar verliezers zijn als hier weer Ajax-supporters naartoe mogen komen. Misschien moeten we het even iets breder aanvliegen, want dat is ook meer wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat ik mij voor kan stellen dat het fijn is als je je club op uit- en op thuiswedstrijden kan toejuichen. Ik hou van voetbal. Ik vind voetbal in een stadion leuk. Dus ik vind het ook leuk om naar voetbal toe te gaan. En ik kan mij voorstellen dat zeker de echte die-hard supporters, dat die gewoon uit en thuis mee willen. Ja. Maar in het geval van ADO en Ajax weet ik dat er echt hele erge dingen gebeurd zijn die in het geheugen gegrift zijn van mensen. Dat is duidelijk. En wat ik gezegd heb is niet van je moet sowieso Ajax-supporters weer toestaan. Wat ik gezegd heb is ik vind dat de club en de supporters met elkaar, dus met de ene club en de ene club en de supporters en de supporters, met elkaar in gesprek moeten gaan. En als er dan draagvlak is, want ik onderstreep dat nog een keer. Als er dan draagvlak is dat onze uitsupporters, maar ook de uitsupporters van Ajax, weer in het stadion toegelaten kunnen worden, dan pas zal ik het doen. Maar ik vind wel dat het gesprek op gang moet komen. Ja. Nou zijn die supportersclubs waar de gesprekken mee plaatsvinden niet de supporters over het algemeen die voor de trammeland zorgen. Nee, maar ik vind wel dat die brede delegatie er dan zou moeten zijn. Dus, maar die heb je toch niet in de hand? Die heb je wel in beeld als je dit soort gesprekken gaat voeren. Dus ik vind dat die supportersdelegatie zo breed moet zijn dat die alle geledingen van de supporters meegenomen heeft. Maar als we even de gebeurtenissen van afgelopen weekend meenemen in Utrecht. En dat betreft geen Ajax-supporters in dit geval, maar wel ADO-supporters die huis gehouden hebben in Utrecht. Ja, daar is het ook misgegaan. De snelweg moest zelfs afgesloten worden. Er is daar met café-meubilair gegooid. Ja, in mijn ogen zijn het geen supporters van een club, maar hooligans. Maar goed, in ieder geval is daar wel het een en ander gebeurd. Dan kan je toch bijna niet al gaan praten over eventueel toestaan van. Nee, even alle dingen uit elkaar. Wat er dit weekend gebeurt is natuurlijk heel... Het is raar dat mensen op een dergelijke manier buiten het voetbal, want het heeft, om heel eerlijk te zijn, met voetbal nauwelijks meer te maken. En het zijn in die zin dan ook gewoon mensen die als een soort van hooligan door de wereld gaan. Het waren niet alleen ADO-supporters, het waren ook Utrecht-supporters en het waren Feyenoord-supporters. Waarom deze bijzondere combinatie er is, weet ik op dit moment niet. Maar het waren supporters van verschillende clubs. En wat je naar mijn smaak dus moet doen, is niet zeggen van tegen Ajax van kom nu maar en dan kijken we wel hoe het loopt. Wat je naar mijn smaak moet doen, is dat de clubs met elkaar in gesprek raken en de supporters om ook af te tasten en uit te wisselen of het überhaupt mogelijk is. Ja. En zolang de clubs en de supporters het niet met elkaar eens zijn dat er over en weer bezoek gebracht kan worden, dan zal ik ook niet zeggen van, en dan moet het nu toegestaan worden. Ja. Nou, dat is ook te zien aan wat ik heb gedaan toen Ajax kwam spelen. Tegen SVV Scheveningen. Precies. Ja. Toen, ik ben zelf ook nog naar het stadion daar geweest om te kijken of het echt niet kon. Maar dat is een woonwijk. Zit daar echt heel... Ik zal het heel even uitleggen, want wij weten waar het over gaat. Maar, doe jij maar even Ajax speelde in de beker tegen de amateurs van Scheveningen. Ja. Dat moest bij Scheveningen plaatsvinden. Nou ja, zo'n grote club als Ajax in Den Haag levert natuurlijk al veiligheidsrisico op. Maar dan ook nog in een amateurstadion. Uiteindelijk heeft u besloten dat ze in het ADO-stadion moesten spelen.
zonder de supporters van Ajax. Precies. Ja. Ik had het voor Scheveningen heel leuk gevonden. Want die wouden het ook heel graag hebben. Tuurlijk. Als het daar had gekund. Maar dat kon niet. Het feit dat ik daar ook de Ajax-supporters gezegd heb van die zijn hier niet welkom. Daaraan kan je ook zien dat ik met mijn uitgangspunt is, als iedereen het met elkaar eens is, dan gaan we dit doen. Ja. En we gaan het niet zomaar hop er even tussendoor doen. Nee. Weet u of er sinds september, want u heeft het in september gezegd, en toen heeft u contact gehad met Ajax ook over het weigeren van de Ajax-supporters. Weet u of er gesprekken gaande zijn? Ik weet dat clubs er in ieder geval met elkaar min of meer over spreken. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die zeggen van nu moeten we het er een beetje over hebben. Maar er zijn nog geen structurele gesprekken gaande die maken dat ik denk dat ik binnenkort een besluit moet nemen of ze wel of niet toegelaten worden. Het is dus niet komende competitie zo dat... Voor zover ik dat nu kan overzien, niet. Nee, precies. Laten we naar weer een paar andere vragen gaan. Greet Houweling, ik wens u veel succes in een stad als Den Haag. Voor mij komt u heel sympathiek over. Nou, wat lief, dank je wel. Dat is ook leuk om complimenten te geven. Gerard Smit, beste burgemeester, hoe staat u tegenover coffeeshops en de uitermate belachelijke regel om de shop te sluiten na verkoop aan minderjarigen? In de rest van het land krijgt iedereen nog een kans, evenals de zaken waar ergere dingen gebeuren. Nou ja, laat ik zeggen, ik ben daar wel tamelijk streng in. En in de rest van het land, als het Arnhem is... Dit is overigens een eigenaar van een coffeeshop, begrijp ik. Ja, dat hoorde ik aan de vraag al een beetje. We hebben gewoon regels in het land. En als je je niet aan de leeftijdscriteria houdt... En zeker als verkoper zou je dat moeten weten... En je wordt ook gewoon geacht om even te kijken op het legitimatiebewijs... hoe oud iemand is. Dus je hoeft het niet op te denken van die is het wel, die is het niet. Je moet gewoon even echt legitimatie vragen. Als jij dan verkoopt aan mensen die die leeftijdsgrens nog helemaal niet hebben... ja, dan ben je gewoon fout. Ja. En dan sluiten we daar ook op. Maar heeft Den Haag andere regels dan andere gemeenten? Want dat maak ik een beetje op uit deze vraag. De vraagsteller zegt in de rest van het land wordt het allemaal wel toegestaan. Ik weet zeker van Arnhem dat het daar niet toegestaan is. Daar bent u ook burgemeester geweest. De strengheid. Het is een gedoogvergunning. Hè? Ja. Het is dus niet zo dat je dat... het is niet een gewoon waar wat je in een warenhuis kan kopen. Sowieso een bijzondere constructie in Nederland. Het is een gedoogvergunning. Daar zitten voorwaarden aan en daar moeten uitbaters zich gewoon aan houden. Ja. Ik ga nog één vraag doen. Bianca Messenmaker die vraagt... Ik vind dat alle winkels moeten sluiten 's avonds tijdens dodenherdenking. Ook de buitenlandse. Wat vindt u? Ja, het is geen verplichting om, om dicht te zijn. Ik zit er even over na te denken. Ik kan mij goed voorstellen dat er winkels zijn die dicht gaan. Maar je ziet ook dat als het verder bij de monumenten vandaan is... want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Als het verder bij de monumenten vandaan is, dan gaat ook het verkeer gewoon door. En leven mensen gewoon door. Het wordt moeilijk om te zeggen van we leggen de hele stad plat... om tussen 8 en 8:10. Ik vind het wel fijn als mensen zich er wel aan houden. Ik doe zelf altijd... ik leg altijd een krant met dodenherdenking. Maar ik vind het ook belangrijk dat we blijven herdenken. Ik vind het belangrijk dat we de offers die zowel burgers als militairen... in de geschiedenis gebracht hebben en ook... de verschrikkingen van de Holocaust, dat we daar blijvend over nadenken... omdat het ook ons signalen geeft, lessen geeft voor het houdt de herinnering levend, waardoor we weten wat er gebeurd is... en hoe blij we mogen zijn met... Exact, met de vrijheid die wij hebben. En ik vind het dus heel goed om daar echt de herdenkingen goed over te doen. Ja. Ik heb nog 3 A4'tjes met vragen die ik niet heb kunnen stellen, maar de tijd zit erop. Toch nog één ding, want ik begon met een vraag van een kijker die vroeg om een voorbeeld van het leukste wat u meegemaakt heeft. Die vraag wil ik toch nog even stellen. Als we nou het jaar terugkijken. Het leukste. Is dat, want er zijn... Oh nee, ik wil nog één, want die vond ik toch heel leuk. Dat zijn ook over de tas.
De tas. Ja, het spijt me. Ik ga toch nog even, heel even. Ja. Ik weet dat we... Er zijn... Een sceptische vraag is, waarom werd het pas bekend na de verkiezingen? Is dat bewust geweest of niet? Dat is een vraag van meneer of mevrouw Toet. Heeft u daar rekening mee gehouden? Zal ik over het hele systeem tas eens even praten? Nee. Nee, uw tas is gejat toen u stond te wachten op de tram in de Schilderswijk. Ja. En waarom we er eerst geen rugbaarheid hebben aan hebben gegeven... is dat we hebben gezegd, of ik heb gezegd... het was niet tegen mij persoonlijk bedoeld. Nee. Ik stond gewoon diegene op wist die niet plek. Dat u de burgemeester. Nee, die wist niet dat ik de burgemeester was. Wel hebben we er rugbaarheid aan gegeven. We hebben gewoon vraag om getuigen naar buiten gedaan... Ja. Waar een 56-jarige vrouw op de halte om en bij stond... en die van haar tas beroofd was. En of er nog getuigen waren. Ja. Dus we hebben het in die zin gewoon naar buiten gebracht. Ja, maar niet dat u het was. En het is ook wat overdreven, vond ik... om te zeggen van, nou ja, weet je, dat is mij overkomen. Ik vond het ook heel erg sneu voor de plek waar het gebeurde. Ik wilde eigenlijk niet dat... Ik vond het voor iedereen die daar omheen zit... Ja. Heel sneu dat het daar nou juist gebeurd was. Dus ik wilde dat niet. Wat wel fijn is en leuk is... is ik heb er heel veel ontzettend aardige reactie op gehad. Ja. Dus ik heb een hele mooie tas gekregen. Een mooie nieuwe tas van, is er gemaakt. Een mooie nieuwe tas van bewoners van de Schilderswijk... die samen een tas voor mij gemaakt hebben. En wat ik daar nou bijzonder aan vind... degene die de tas gemaakt heeft, ontworpen heeft... Dat hebben ze met z'n allen gedaan. Die had gevraagd wie wil helpen. En er zijn alleen maar mannen gekomen. Dus mijn tas is alleen maar door mannen gemaakt. Dat is hartstikke leuk. Wat ook leuk is, is dat ik heel veel mensen op straat tegenkom. En die zeggen dan, hey Paulien, hou je wel je tas vast? Nou, daarover gesproken. Want er is ook een bezorgde vraag van oma Ank. Van hoe draagt ze haar tas dan tegenwoordig? Toch hopelijk niet gewoon nog over de schouder, maar diagonaal. Zo is ik mijn ouderen in het buurthuis, het wijkcentrum adviseer. Ja, dus de vraag is, hoe draagt u uw tas tegenwoordig? Ik draag hem zo, maar ik droeg hem toen ook zo. Dus diagonaal. Moet ik ook gaan oppassen. Want heel veel mensen zeggen tegen mij van, je had je tas niet goed om. Dan denk ik, ja, maar dat was niet zo. Ik had het wel goed gedaan. Het is gebeurd. Ik vind het leuk. Dat ik zoveel ontzettend veel echt warme reacties krijg. En misschien goed om er ook nog iets anders bij te zeggen. Natuurlijk ben ik er heel erg van geschrokken. Want als zoiets je overkomt, daar schrik je echt heel erg van. Ja. Maar ik heb tegen mijzelf gezegd, het kan niet zo zijn dat dit maakt dat ik 's avonds niet meer op straat durf. Ja. Dus ik ben de volgende dag, moest ik van mijzelf, in donker, alleen op straat. Hoefde toen nog maar eventjes, maar de volgende dag langer. En de derde avond heb ik de hele route weer gelopen door de Schilderswijk. Waar ik ook mijn tas ben kwijtgeraakt. Maar u was wel zeker toch heel erg geschrokken. Ik ben geschrokken. Ja. Maar ik denk dat dit soort dingen je niet zo moeten onderuit moeten halen... dat je niks meer durft. En ik laat mij werkelijk niet de dienstauto in praten, omdat iedereen daar een mening over heeft. Ik loop gewoon 's avonds in mijn eentje op straat. Nou, wat dat betreft heeft u ook wel een eer hoog te houden, want de oud-burgemeester van Aartsen fietste altijd door de stad. Dus tot slot, echt de allerlaatste vraag. Het leukste wat u het afgelopen jaar heeft meegemaakt. Het is moeilijk, maar toch. Nee, mag ik zeggen wat ik het allerleukste aan Den Haag vind? Nou, dat is ook goed. En dat is ook iets wat steeds terugkomt. Wat ik hier heel erg leuk vind, is de Haagse humor. En de Haagse humor die komt de hele dag terug. En dat is zo'n scherpe tak-tak-tak humor. Waarin mensen ook met elkaar praten. En waar mensen er ook niet van schrikken als ik ook een beetje leuk scherp uit de hoek kom. Want dan gaan ze gewoon schateren. En dan lachen we gezellig met elkaar. Haagse humor, het allerleukste. Ja. Zullen we afspreken dat u gewoon nog een keertje terugkomt? Ik heb echt heel veel vragen niet kunnen beantwoorden. Ook live zijn nog steeds heel veel vragen binnengekomen. Ook weer mensen die zeggen dat u heel sympathiek bent. Dus bij deze een compliment. Dank u. Zullen we dat afspreken? Ik zou het hartstikke leuk vinden. Ik ook. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Ja. En ik zou het ook leuk vinden om bij u op Facebook nog eens een keer terug te komen. Ja. Nou, die date staat. Ik ga gewoon ergens in het jaar nog een keertje met de burgemeester praten. Maar als u nou hele dringende vragen heeft, dat kan sowieso dus gemaild.
gedeeld worden. Maar de burgemeester is ook zeer regelmatig bij Tjeerd Spoor, bij Studio Haagse Bluff, ja, op Radio Beste Gast. Kunnen mensen ook inbellen? Ja, precies. Hier kunnen ze alleen maar tikken, horen we ze niet. Nee. Maar goed, we kunnen de vragen wel stellen. Maar dan kunnen jullie de vragen stellen ook aan de burgemeester. Dus op allerlei mogelijke manieren is de burgemeester benaderbaar. Dank voor alle vragen. Het zijn er veel meer dan we in deze korte tijd hebben kunnen stellen. Maar we zijn al 5 minuten langer bezig dan eigenlijk de agenda van de burgemeester toelaat. Dank u wel en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik vond het echt ontzettend leuk. Dank je wel. Dank je wel.